Antonie Kamerling is overleden. Volgens Albert Verlinde, de zwager van Kamerling, pleegde de acteur zelfmoord. Kamerling was getrouwd met actrice Isa Hoes, die opgroeide in Den Bosch. Antonie Kamerling leed al langer aan depressies. Hij trouwde in 1997 met Isa Hoes, de zus van provinciebestuurder Onno Hoes. Ze kregen samen een zoon en een dochter. Antonie Kamerling werd bekend via de soap Goede Tijden, Slechte Tijden. Hij is 44 jaar geworden.